Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We hebben vandaag te maken gehad met veel buien. Het waren winterse buien. Dat stond ook in de verwachting, maar dat de sneeuw zo heftig kon zijn, dat had ik niet gedacht. Vooral Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe werd het op diverse plaatsen wit. Daardoor uiteraard ook tijdelijk glad. We zien op de foto van 1 uur dat het boven de Noordzee ten westen van ons al aardig opklaart. We krijgen vanavond dus met die opklaring te maken. En een nieuw regengebied ligt boven Ierland. Bereikt op dat moment Wales en komt langzaam onze kant op. En dat gaat het weer morgen bij ons bepalen. Dat zien we ook terug in de modelvelden. Daar zie je het regengebied via Engeland onze kant op komen. Bereikt ons vannacht. Trekt morgenochtend en middag over het land. En morgen aan het einde van de middag wordt het dan geleidelijk droog. Daarnaast het wachten op nieuwe buien. Die komen via het kanaal. En trekken in de loop van vrijdag langs de kust naar het noorden. En uh, daarmee hebben we dus vooral wisselvallig weer te pakken. Kijk ook even naar het Alpengebied. Dit is het kaartje dus van zaterdag nacht 0 uur. Dan zien we forse sneeuwval in het opengebied. Iedereen die zaterdag richting de Alpen gaat of zaterdag juist naar huis wil, die kan het behoorlijk moeilijk krijgen op de weg. Ik heb op de website van Weerplaatsen daar een artikel over geschreven, wanneer je het beste kunt rijden naar welk skigebied. Dat even lezen als je die kant op gaat. Wij gaan het nu over Nederland hebben. Vanavond brede opklaringen, het is zoveel droog, temperatuur daalt naar een graad of drie. De wind. Draait van west naar zuidwest en is 4 tot 6 boven. Aan het einde van de avond en vannacht neemt vanuit het westen de wolking snel toe, gevolgd door motregen en regen. De wind gaat verder aantrekken, wordt aan zee stormachtig windkracht 8, in het binnenland windkracht 6. Kwik gaat aan het einde van de nacht langzaam oplopen. En morgen hebben we dan zeer nat en onstuimig weer. Aan zee windkracht 8, langs de Noordwestkust misschien zelfs windkracht 9. Dat zou dan een zuiderstorm zijn, ook op het IJsselmeer windkracht 8 en verder landinwaarts windkrachten 6 à 7. Dat merk je echt in het verkeer. Zware windstoten zijn mogelijk tot 90 km per uur in de kustprovincies. En er valt flink wat regen. Gaat allemaal samen met behoorlijk zachte lucht, 9 à 10 graden wordt het. Zoals al gezegd, aan het einde van de middag begint de regen weg te trekken, neemt ook de wind af. En in Limburg neemt de wind pas in de avonduren af. Het is wel voorlopig de laatste onstuimige dag, want vrijdag is de wind al een stuk rustiger, schijnt de zon geregeld. En pas aan het einde van de dag komen er in het westen en noorden buien opzetten. Temperaturen vrijdag 7 graden. Zaterdag begint het kouder te worden, dan is het 4 à 5 graden. Valt er misschien wat natte sneeuw op een enkele plek en er zijn nog meer buien mogelijk. Zondag is de kans op natte sneeuw en sneeuw duidelijk groter. De kwik komt dan smiddags rond 3 graden uit. In de nacht van zaterdag op zondag kan het lokaal al vriezen. En die trend die zet door de komende tijd. Boven de kans op vorst. Nou die zie je vanaf zaterdag flink toenemen. Zelfs een enkele nacht met 100% kans. Dus uh, we gaan naar temperaturen onder 0 in de nacht. En als we onderkijken, dan zien we dat ook de kans op vorst overdag geleidelijk wat groter wordt. Maar heel overtuigend is dat nog niet. Temperaturen overdag meestal zo tussen de 2 en de 5 graden verwacht ik. Dan nog even voor de sneeuwliefhebbers. De kans op sneeuw neemt uiteraard ook toe met een kouder wordende atmosfeer. Zondag is de kans het grootst. Daarna hangt het een beetje af van de koers van de lage drukgebieden. Voor de sneeuwliefhebbers is er hoop, maar ook hier geldt overtuigend is het nog niet. Morgen is dus nog flink wat regen en wind. Houd rekening met een zeer drukke ochtendspits. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.